Ja, welkom vrienden in zonnig Alicante. Ja, want we raken hier natuurlijk al aardig in de kerstsfeer ook. Ja, en dan ga ik jullie even twee dingetjes van laten zien. Moet je hier kijken. Kijk, zie je dat? Ja, en dat is nu gewoon overdag, hè, is het nu. Want dit staat s'avonds allemaal vol in het licht natuurlijk. Kijk even naar de kerstboom hier. Zie je hoe hoog die is? Ik kan niet eens omhoog kijken. Kijk, ik sta even nek van. Hier. Ja, maar ze doen hier niks klein, hè. Kijk. Hier. Zie je dat? Kun je dat voorstellen? S'avonds? Ja, mooi hoor. Hey, dat Alicante en Kerstmis. Die gaan goed samen, hoor. Dat was dus één, hè. Dan ga ik weer op pad. Dan gaan we weer door. Naar het volgende. Ja, en dat is ook weer loeigroot. Kijk, en dan kom ik hier op zo een van die mooie pleintjes. Hier, daar met in de achtergrond het gemeentehuis. Dit is heel bijzonder waar ik nu ben. Dit is een kerststal en die hebben jullie nog nooit gezien. Dat ding is loei en loei groot. Kijk, allemaal mensen die komen hier om dat te fotograferen. Kijk even met me mee hier. Wat we hier hebben. We hebben hier een Maria beeld. Dat is zo groot. Hier, kijk. Ik ga het proberen te laten zien. Zie je wat een loeier van een Maria beeld dat is? En dan heb je daar ertussenin. Daar zit dus het kinderke Jezus. Daar zit dus het kinderke Jezus. Zie je, dat zit er daar in het midden. En dan hebben ze dus een Jozef. Dat gelooft helemaal niet. Hier zien we de voeten van Jozef. Goed meekijken. Daar. Dat is Jozef. En dan ga ik omhoog. Dan ga ik omhoog. Moet je kijken. Wat die... Oh, goeiedag zeg. Hey, dat is dus 18 meter. Hey. 18 meter hoog. Dit is een flatgebouwde ding. Hier. Ik ga proberen het even in zijn geheel aan jullie te laten zien. Wacht even hoor. Daar hebben we de moeder Maria. Even kijken, Jozef. Kijk, ik ga nog even door. Probeer ik het nog even te laten zien. Hier, ja, dan ben ik er nog niet. Moet ik uitkijken, ja, want er komt nog een auto aan ook daar. Hier. Even kijken. Heb ik het nou helemaal in beeld? Dat is dus, kijk. Zie je dat daar? Maria, dan moet ik even aan de kant. Daar, ja. Maria en daar dus. Met die Jozef. Wat een ding, hè? Zien jullie dat? Dit is nou wat je noemt een kerststal, zeg. Is dit een kerststal of is dit een kerststal? Dit is niet zo'n dingetje wat je thuis hebt staan, jongen. Een kleine van de gepriegel en noem maar op. Of wat je wel eens in een kerk ziet. Nee, dit is nou wat je noemt een kerststal.